Nederland, 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 Nederland. Ik hoor de commando's al van de Spanjaarden in het duin. Wat niet zo gek is, want elke nationaliteit vocht aan elke kant. De legers worden vaak huurlingenlegers genoemd. Maar dat waren alle legers tot ongeveer 1800. Ik denk dat het niet aan jou. Dat is van 1793 om precies te zijn. Altijd was er wel een edelman die of geld had, of geld wilde verdienen. En die een eenheid oprichtte en zich verkocht aan de meest betalende.